Ja, dames en heren, ik hoop dat u net zo genoten heeft van de reden van Ewald als ik. Ik vond hem buitengewoon inspirerend. Je moet me vergeven, Ewald, ik dacht wel, top-economen, dat zijn mensen die polemiseren tegen top-economen, die polemiseren tegen top-economen, die polemiseren tegen top-economen. Wat een navelstaarderij. Ja. Hey, dat is prima. Maar wat ik merk, als je dat meegekregen hebt van deze middag, dan is het al echt een weggegooide middag, ja, Theodor. Ja, dat vind ik ook, ja. Dat is, nou, ik, je ziet dat ik er wat van heb opgestoken. Ja. Nu zag ik wel, ik kijk natuurlijk ook een beetje naar de oppervlakte als je me niet kwalijk neemt. Ik zag wel dat je ontzettend kwaad was. Ik heb je wel eens eerder horen betogen, maar ik merkte nou dat hij al heel snel in de vierde versnelling zat. Vijfde tegenwoordig. Ja, maar dat is toch een beetje een misverstand. Kijk, dat is een soort karakterologische eigenschap. Dat als ik de dingen doe, dan doe ik ze met mijn hele ziel en zaligheid, om dat zomaar te zeggen. En het is ook gewoon de aard van het beestje. Ik ben niet heel erg, ik ben wel boos, maar ik ben niet, als ik zo'n voordracht geef, ben ik niet boos. Ik ben een hele vriendelijke, beminnelijke jongeman. Een en al beminnelijkheid. Nee, maar dat vond ik zo wonderlijk, want ik denk toch, ik hoorde een soort, en ik ben daar toch enigszins specialist in deze vormen van agressie. Ik hoorde toch iemand die kwaad was, die zich, nou, ik weet dan dat je, jij bent een financieel geograaf. Toen dacht ik, hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot een econoom? Ja, nou, een financieel econoom verhoudt zich tot een financieel geograaf verhoudt zich tot een econoom als een lul op een drumstel. En dan mag u bedenken wat nou de een en de ander is. Nee, kijk, een van de dingen die wat wellicht mede een verklaring voor mijn toch lichte geagiteerdheid zou kunnen zijn, is dat deze crisis wel degelijk een litteken op mijn intellectuele ziel veroorzaakt heeft. Wat we hebben meegemaakt is echt heel erg groot geweest. En het heeft allerlei schokgolven gehad op domeinen waarvan we vooraf absoluut niet hadden verwacht dat het zich daar zou manifesteren. En als je dan vervolgens, 7 jaar na de crisis, en ik heb dat echt afgelopen woensdag, in de dagen daarvoor ben ik daar ben ik dan echt boos over. Zo'n kapitaalmarktunie, die dan Jonathan Hill, een Europees commissaris, voor het Europees Parlement gaat brengen. De man is een oud-lobbyist voor de City, wordt Europees commissaris. En in dat document, wat dus eigenlijk gaat om het zoveel mogelijk integreren van aandelenmarkten en obligatiemarkten en al die andere dingen, staat dan verpakt dat de kapitaalbuffers voor banken, voor verpakte hypotheekproducten, ook weer naar beneden gebracht moeten worden. Ja. Nee, dan ga ik dus echt door het lint. Ja, dat begreep ik, meneer Drumstel. Ja, maar, nee, ja. Maar aan de andere kant, toon je daar ook niet mee aan, en dat vind ik ook dat ik eigenlijk beluisterd heb in je reden, dat, laat ik het vriendelijk zeggen, maar dat economie als wetenschap volop in discussie is, maar dat het toch eigenlijk geen wetenschap is. Ja, dat vind ik een ingewikkelde uitspraak. Dat roept vragen op over wat wetenschap is. En als een van de dingen die ik eigenlijk altijd gedaan heb, en dat is simpelweg de mazzel dat ik dus niet opgegroeid ben in één specifieke discipline, maar zoiets raars heb gedaan als sociale en politieke filosofie, wat in feite gewoon een vrijbrief is om alles te doen wat je leuk vindt. En dat geldt voor geografie ook, is gewoon ook een vrijbrief om alles te doen wat je leuk vindt, is dat ik dus ook wetenschappelijke publicaties uit andere disciplines lees. En dat heeft al tot één grote bevrijdende observatie leidt dat. En dat is dat wat wetenschap is, dat wisselt van discipline tot discipline. En dat levert vervolgens ook als inzicht op van, nou ja, al die conventies van wat wetenschap is, die zijn allemaal discipline intern en we moeten daar gewoon eigenlijk heel katholiek in zijn. En accepteren dat wat een geesteswetenschapper doet, een filosoof, net zo goed wetenschapsbeoefening is als iemand die met mathematische modellen werkt en kwantitatieve datasets. En ik wil dat dus gewoon openlaten. Eigenlijk alles wat ik aan intellectuele hulpbronnen tegenkom, wat mij in staat stelt om chocola te maken van deze ingewikkelde werkelijkheid, dat wil ik gewoon gebruiken. En geesteswetenschappers zijn daarvoor net zo geschikt als economen en als andere sociale wetenschappers. Maar de consequentie van wat je nou zegt eigenlijk is anything goes.
Ja, of is dat niet nou, maar we verlangen van de economie als wetenschap eigenlijk veel te veel. De economie als voorspeller, ja, dat is gewoon te veel gevraagd. Je komt zelf met een lijst van top-economen aan die je aanhaalt, die allemaal verkeerd zaten. En ja, waarbij ik dan denk, nou ja, dan deugen die wetenschappelijke modellen niet. Ja. Maar ja, wat heeft dan economie nog voor zin? Waarom ben ik dan geen econoom? Nou, als je mijn reden goed geluisterd hebt, dan volgt daar dus eigenlijk uit ten eerste een pleidooi voor de economie die zichzelf moet gaan beschouwen als een gewone sociale wetenschap. En ten tweede dat het ook eigenlijk een dialoog aan zou moeten gaan met de geesteswetenschappen. En dat is iets wat haak staat op wat toch de ontwikkeling is geweest sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Amerikanen noemen dat physics envy. Het heeft zichzelf enorm gespiegeld aan de natuurkunde. En het fascinerende is dat diezelfde natuurkunde, in ieder geval de frontlijn van die natuurkunde, vormen van metafysica weer zijn gaan beoefenen die je eigenlijk vroeger vooral bij filosofen aantrof. Dus die physics envy die zouden ze los moeten laten en beschouw jezelf veel meer bescheiden als een gewone sociale wetenschap. Die dus inderdaad probeert uitspraken te doen over een economische werkelijkheid die ontzagwekkend ingewikkeld is, waarbij je altijd het gevaar loopt dat je cruciale variabelen over het hoofd ziet en dat je dus heel erg voorzichtig moet zijn met de uitspraken die je doet. En wees ook veel openhartiger en genereuzer richting de andere sociale wetenschappen, omdat die mogelijkerwijs jou wijzen op variabelen die je wellicht over het hoofd ziet. Als je dat doet, dan krijg je een bescheiden economiebeoefening, waarbij niet de nadruk ligt op mathematische vaardigheden, maar waarbij vooral de nadruk ligt op empirische kennis van dat ingewikkelde ding daarbuiten, wat wij economie zijn gaan noemen. En dan heb je eigenlijk als rolmodel iemand als Keynes nodig, die heel duidelijk wel leentje buur speelde bij de geesteswetenschappen en die ook economiebeoefening zag als het vertellen van stories, narratieven. Ja. Niet veel anders dan in de geesteswetenschappen en de andere sociale wetenschappen plaatsvindt. Maar alles wat je nou zegt, dat duidt er toch op dat er eigenlijk niet één economische waarheid bestaat? Nee, zo is dat. Nou, okay. Nee, dat gaat te ver. Want er is dus wel degelijk daarbuiten dat ding economie. Ja. We weten niet goed hoe het eruit ziet. We weten niet goed waar het allemaal uit bestaat. We weten ook niet goed waar de grenzen van dat ding zich bevinden. En we proberen zo goed en zo kwaad als mogelijk is. We leven in arbeidsdelige samenlevingen. U moet brood bakken, u moet auto's repareren, u moet hypotheekproducten verkopen. Maar wij als samenleving hebben een aantal idioten vrijgesteld om voor ons en namens ons onderzoek te doen naar dat grote ingewikkelde ding economie. En die noemen we economen. Ja. En die betalen wij dus ook uit belastinggeld. Nou, laten die mensen dan ook inderdaad beseffen dat ze te maken hebben met iets groots en ingewikkelds. En dat ze, wat ze aan het doen zijn, niets anders is dan het zo goed en zo kwaad mogelijk, met behulp van het gebruiken van zoveel mogelijk verschillende inzichten, chocola maken van dat grote ingewikkelde ding. Als je dat zo brengt, dan volgt daar bijna uit de aard der zaak een grote bescheidenheid uit ten aanzien van de rol van economen. En daar volgt dus vervolgens ook uit dat je ja, dus niet het soort interventies gaat plegen. Hè, dat zat in die citaten die ik voor in mijn lezing noemde. Waarbij je dus inderdaad gewoon grote wetsmaatregelen pleegt die leiden tot een volkomen losgeslagen financiële bankaire sector. Omdat jij meent dat jij weet hoe die wereld werkt. Je hebt geen idee. En dat is gebleken in 2008. Wees voorzichtig met je interventies. Wees voorzichtig met de verhalen die je vertelt en voor wie je ze vertelt. Wees voorzichtig ten aanzien van het misbruik dat van jouw eigen verhalen gemaakt kan worden. Etcetera, etcetera. Maar het blijft overeind staan dat de econoom geen voorspellende waarde heeft. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, toch vind ik het dat wetenschappelijk gezien vreemd. Want als ik naar een dokter ga, dan wil ik dat de vooruitgang in de wetenschap zo ver is gegaan dat ik naar de dokter ga, die legt een vinger aan mijn pols en die zegt, nou meneer Holman, u heeft griep, bij wijze van spreken. Dus dat hij wel mij kan genezen en een voorspellende waarde heeft. Dat is de gang van de wetenschap geweest. En dan kom jij aan en zegt, nou, de economie, dames en heren, daar hebben we eigenlijk niks aan, behalve dan, we moeten een geïnstitutionaliseerde argwaan erop nahouden. Nou ja, kijk, een van de dingen is dat we volgens mij al een heel eind komen op het moment dat we
met terugwerkende krachten. Voorspellen is dat je dus als wetenschapper met je gezicht naar de toekomst staat en je rug naar het verleden en dat je uitspraken doet over de toekomst. Dat kan je alleen maar goed doen op het moment dat je je eerst omgedraaid hebt en geprobeerd hebt om met adequate verklaringen te komen voor wat zich heeft voorgedaan. Dan zou je wellicht heel voorzichtig kunnen omdraaien naar die toekomst en wellicht kunnen aangeven van nou, gegeven deze en deze en deze onderdelen, kan ik verwachten dat dat en dat zal plaatsvinden. Maar laat ik een slag om de arm nemen, want het kan ook zijn dat ik van alles over het hoofd gezien heb. Maar eerst moet je dan toch eerst terugwerkende kracht geprobeerd hebben te begrijpen wat er gebeurd is en waarom het gebeurd is. En wat daarvan. En het zou wel eens zo kunnen zijn als economen doen wat ik ze aanraad om te doen, namelijk een gewone sociale wetenschapper worden, dat omdraaien eigenlijk niet of nauwelijks. En dat heeft alles te maken met de aard van de causaliteit, ingewikkeld woord, maar dat heeft te maken met hoe dat ding daarbuiten zich ontwikkelt. Economen met hun physics envy menen dat ze in staat zijn om universele wetmatigheden bloot te leggen. Wat mij betreft is dat dus pure fictie, kan je het uit je hoofd zetten dat dat ooit gaat gebeuren. Het enige wat je in zou kunnen doen is middle range theories, dat zijn wetmatigheden die geldig zijn gegeven een serie van voorwaarden, maximaal. En die voorwaarden, dames en heren, die veranderen continu. En dat betekent feitelijk dat je niet niks meer kunt voorspellen. Daar volgen trouwens interessante dingen uit, want dat betekent dat je dan als je beleid wil voeren, je dus ook eigenlijk beleid maakt onder condities van extreme onzekerheid en dat je dus enorm op je hoede moet zijn voor wat je aan het doen bent. Daar volgt vervolgens een argument uit tegen het soort grote interventies als het beginnen met de Europese Monetaire Unie, maar dat is een ander onderwerp. Ja. Ben je niet, ik denk de hele tijd, ben je niet een enorme moralist? Nou ja, nee, en heb je daar niet je hele filosofie eigenlijk op gebaseerd? Maar ik denk eigenlijk dat wij allemaal, en dus ook wetenschappers, zijn ook moralisten. Het rare van de economie is dat ze, ze zeggen altijd van de politiek gaat over de doelen, wij gaan over de middelen. Het is heel interessant om dat met een Sartriaanse bril op te bekijken. Want op het moment dat je dat zegt, dan accepteer je dus eigenlijk de politieke doelen. Bij die acceptatie van die gegeven politieke doelen ben je zelf, heb je eigenlijk al een politiek besluit genomen. Het is onmogelijk om neutraal te blijven, om weer vrij naar Sartre te spreken. En dat betekent op het moment dat je de doelen aan de politiek laat en alleen maar naar de instrumenten kijkt, dan ben je dus bezig met een reproductie van de status quo. Ja. Als die status quo leidt tot een grove, ongelijke verdeling van cruciale hulpbronnen die wij nodig hebben om ons leven vorm te geven, dan ben je dus bezig met een reproductie van ongelijkheid. En kan je daar dus feitelijk ook politiek op aangevallen worden. Dat heeft niks te maken met neutraal zijn, dat heeft niks te maken met wetenschappelijk willen zijn. Dat is gewoon je wetenschap gebruiken om je eigen feitelijke politieke voorkeuren te verdoezelen. Ja, maar dan, dus we zijn allemaal moralist, meneer Holman. Dat bent u ook. Ik helemaal niet. Er wordt op gedacht. Nee, absoluut geen moralist. Nee, ik ben helemaal geen moralist. Ik ben anti-moralist. Daarmee ben je tegelijkertijd natuurlijk ook een moralist. Want dat mondt uit in een vorm van cynisme. Ja, ja, wat dat ben ik ook wel. Een moreel standpunt. Dat ben ik wel, dat klopt. Dat ben ik wel. Ik ben wel een cynicus. Want dat vond ik toch ook wel aardig, want jij spreekt natuurlijk intellectuelen aan en de media aan. En jij vindt ook dat zij de burger beter moeten informeren. Ja. Maar ik denk dan de hele tijd, hebben de burgers hier zelf ook niet een taak? Oh, ja, dat gaan we zo, mijn moralisme bespreken. Dat gaan we zo vragen. Ja, de burgers hebben ook een taak. Burgers moeten hebben de taak om zich te informeren. Ja. Dan moeten wij, academici, en jij, de media, ik maak je in dit geval maar als personificatie van de media. Ja, is goed. Wij hebben dan ook de taak om dat naar eer en geweten te doen. En daar in die relatie met de burger gaat zowel vanuit academia als in de media nog wel eens wat mis. Ja. De media die hebben die lijden aan een schromelijke onderschatting van de kennisdorst en het vermogen om kennis te verwerken van diezelfde burger. Ik werk zelf als adviseur bij Buitenhof. En ik heb als adviseur de grootst mogelijke moeite om economische onderwerpen in die redactie geagendeerd te krijgen. Mm. En dat heeft alles te maken met een inschatting van de kant van die professionele journalisten over uw bereidheid om u te verdiepen in economische onderwerpen. Tegelijkertijd zie je, kijk naar het succes van het boek van Joris Luijendijk, kijk naar het succes van De Verleiders.
Kijk naar het soort, maar dat weten jullie niet, het soort respons dat ik via sociale media krijg op mijn eigen publieke interventies. En dan zie je dat er bij de Nederlandse burgerij niet alleen een grote honger naar kennis over financieel-economische onderwerpen bestaat, maar dat er ook op basis van de kennis die beschikbaar is, een grote politieke, morele ophef bestaat over wat er sinds 2008 zich heeft voorgedaan. En ik vind dan, als ik dat dan zie, ik noemde eerder al dat ik heb een intellectueel litteken opgedaan door die crisis. En ik vind het persoonlijk verbijsterend om te zien, ook binnen de sociale wetenschappen, dat niet meer van mijn collega's deze crisis gezien hebben als de big thing. Dat in feite onze jaargangen academici gewoon moet tekenen. Dit is wat wij moeten onderzoeken. In al zijn ramificaties en consequenties. Zijn effecten op de Arabische lente in het noorden van Afrika. De opkomende economieën die op dit moment geconfronteerd worden met grote financiële volatiliteit. Dat soort onderwerpen, dat zouden wij moeten onderzoeken. Net zo goed als veel onderzoekers in de jaren 30, ik noem weer John Maynard Keynes, getekend zijn door diezelfde crisis en dat gewoon gezien hebben als het object van onderzoek. Ja. Ik had dat verwacht en ik moet ook tot mijn grote teleurstelling constateren dat dat maar mondjesmaat gebeurt.